Beste mensen van allemaal TV, vandaag gaan we verder beginnen met Deadlight. Het is een soort zombie-apocalypse parcours spel. En ja, wat moet ik er nog meer over zeggen? Het is heel erg over de sfeer in het spel. Dus ja, als je het echt heel erg veel meemaken, probeer het dan zelf ook gewoon te spelen. Het is op Steam. En ik zal proberen te onthouden om een link naar het spel in de beschrijving te zetten. Als ik het niet doe, kan ik gewoon opzoeken op Steam, Deadlight. Ik heb het ook via, Humble Bundle op dinges. Met zo'n Humble Bundle heb ik het gekocht. Heel goedkoop. Ik vind het echt een heel leuk en een ja, ander spelletje dan normaal, weet je. Het is niet echt van zombie survival met jumpscares en dat soort dingen. Het is gewoon heel om de sfeer. En je moet dan je vrienden zoeken. En ja, we gaan gewoon lekker hier bij het begin beginnen. Just like sharks. When they stop moving, they die. That's how you are, Carla. Save yourself. After the storm came the calm and silence that make men crazy. Carla! Why? Randy? Why? Can you tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere. She knew she shouldn't have gone outside. You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why? We would all be dead by now because of your little sister. How many times have we said not to separate from the group? Never means never. Shot drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. The radio message said that it was around here. It's a bit more than 5 miles west. Let's get out of here. Come on! I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella. Sam, Ben, Stella, get out of here. Get to the safe. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying, and we were its survivors. Good luck, Randy. Je ziet, het is gewoon een 2D platformer. Heel simpel. Hey, ja. The body is full of bites and bruises. She's been shot point blank in the head. Space to jump. Seattle's safe point must be the last stronghold in all the Pacific Northwest. Anybody alive must be trying to reach it. I
zo hier in de overkant. Hup, 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 spring! Ja. Dan wordt het deze. Nou, de domme zombies zonder hersencellen gaan er allemaal naar binnen. De graphics op zich is niet de allermooiste ooit, maar het is goed genoeg voor een. Ja, goed genoeg voor een 2D platform op zich. Nee, waarom verslecht hierin? Spring! Nee. Kan ik dit meenemen? Nee, dat doe ik niet. Erop. Ja, dat heb ik. Oké. En omhoog. Als je kan zien op de achtergrond zit ook zombies. Die kunnen dus ook. Kijk eens, naar beneden gaan. Die komen van de achtergrond, komen ze ook naar toe. Dus het is eigenlijk zo'n 3D, 2D platformer. Ze dus kunnen dus. Vanuit de achtergrond kunnen ze dus bij je toekomen, maar je kan dus niet. Zelf zit je dus vast aan het 2D. Dus het is echt heel vreemd en. Heel vreemd en. Origineel idee gemaakt. Zo een verhaal te vertellen op deze manier. Ben and the others made it out. They deserve better than this world. Op de achtergrond zie je ze dus nu rijden. Het is dus ook zoals je ziet heel erg gebruik maken met de omgeving om dingen voor elkaar te krijgen. Daarboven staat er dus ook stond dus ook onder stroom. Dus als ik dan daar naar boven kruip, dan zou ik ook doodgaan. Dus ik moet eerst de stroom uitschakelen en ga over het hek. Nee. Verder naar beneden, spring. Nou, moet ik zo heen springen. Klabam, we zijn binnen. It says here the highway is at the end of this tunnel. It's a straight shot to the safe point. Shannon and Lydia might even be there by now. So. Dead people, corpses. They don't impress me anymore. Daarheen. En dan laten we het water hier weglopen. Randall cannot swim. En gooi die waters. Dat is wel handig voor een zombie op een keer. Dan is het kunnen zwemmen. Nou weer omhoog. Daar omhoog. En zo'n dingen weg. Dan gaan we hierheen.
Oh ja, fuck, je wordt ook nog wakker. Kut. Sneller, sneller. Hup. Ga door. Go, 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 go. Eroverheen, eroverheen, eroverheen. Yes. Thank fucking god. Grote aanloop. Spring. Omhoog. Wat is dit fire? According to the map, I should cross this highway to get closer to the safe point. Spring. Nee, nee, iets te. Kut. Te vroeg gesprongen. Shit. According to the map, I should cross this highway to get closer to the safe point. And jump! Yeah. This is it. This is what's left of our world now. These are the leftovers of the war between men and shadows. A snapshot of what we'd become. Bloody hell on Earth. Dat het niet meer wegging. Oh, fuck. Oh, fuck. Nee, kut. Ga weg. Hier omhoog, omhoog. Oké, daar schrok ik wel even van. We hebben tang nodig. I found a firefighter's axe. Trek maar uit zijn hoofd. Thanks, buddy. Left mouse button. Space button is the phone. Zo. Omhoog. And jump. No time to waste. Yep, drop, drop, nee, kut, 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 kut. Hop, samen. Oké, okay, we gaan ze niet vermoorden, we gaan er gewoon lekker langs. Oké, okay, firefights, example. Klap. Hier omhoog. En daarheen. No time to waste. Ga hier gewoon omhoog. Zeg maar, fuck jullie. Dit, ja, dit is. Moet je naar beneden, sneller. Dan moet ik daar onder gaan staan. Doei. Storm. Ja. Lydia? No, I must be tired. My mind is wandering. Rennen, 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 rennen. Jump.
klim omhoog. La 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 la. Jump over de bus. Autorand af. Rennen, 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 rennen. Niet falen, nee, kom op. Rennen. Shit. Oh shit, there's too many of them. Struikel niet over de dozen. Spring. Get down, get down, get down, get down, get down. Jump for the pole. Yes. Made it. Damn stupid shadows. Ja. Er zijn geen zombies in het spel, ze heten shadows. Ik dacht waarom. Dat zal wel. Ik vind het gewoon hetzelfde bedoelen. I can hear something. Ja, ik ook. Oh ja, met die visite voor. I don't understand, man. If he's already dead, why do we need to hang him? Power must be made visible. They should know that we're keeping watch on him. Who? Those things? No, I mean the survivors. Besides, what the hell do you care? Orders are orders. Come on, let's go get the next one. God! Weighs a ton. Hey, buddy. What lasts longer? Bricklayer's house or carpenter's house? I bet you $100 you can't solve it. Carpenters? Listen, when someone asks you something like that, you just answer, the toughest house is the grave diggers. All gravestones last forever. Till fucking doomsday. You asshole. Keeping an eye on the survivors. Orders from who? The new law. They mark their kills. That's some kind of message. As if this world isn't already dark enough. Seattle isn't a safe place. Everyone I care about is in danger. Heb dood aan al jullie schaduwen moeders. Draai de ambulance. Ik weet dat er nog iemand in zit. Dat zou wel heel ziek zijn. Oh nee, nee, dat moet ik nog niet even. Ja, nee, ja, nee. Ja, nee, ja. Nee. Nee, 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 nee. Nee. Something big happened in the city. People went to war against the shadows, military and common man alike. It didn't end well. Deze open, ja. Dan konden we dat niet buiten doen. Deze. Zo, en dan komen we erop. En dan konden we... En dan moet iets dichterbij daar. Ik dacht dat we de telefoon bepaald. De kant duwen dan.
daar met je hoofd dan. Nu recht omhoog. Kom je met de wel bij dat ding of niet? Anders kom je er niet. Zo. En dan. Ja, kijk daar. Ga daarheen. Daarop. Daarop. Hier. Oké, daar ging iemand straks zien. Oké. Hop. Dit stukje was altijd. Dat ik moeilijk, want ik viel altijd hier bij dit. Zo. Hij moet nog wel jumpen, ja. Oh, dit stuk is... Nee, dit is gewoon dit stuk. Wat? Spacebar en AFD. Hup. Hup. Ja, oké. En hup. En hup. En hup. En hup. Wacht, hier kunnen we gewoon... Omhoog. Daarop. En dan daarop. Zo aanloop en jump for ladder. Weer onderdoor. En hier naar binnen. Dan ligt er dood iemand op de bank. Nou, dat is ook leuk. Music box. Shannon gave Lydia one just like this for her birthday. Were they here? I have to find them. Dat was ik vergeten te zeggen, joh. Een job? Nee. Nee, kut. Nee, ja. I think I fucked up. Jump! Kijk, daar hebben we. Ik heb geen idee hoe lang we zijn. Zullen we die graafmachine nog en dan gaan we stoppen met de video voor deze keer. En dan jump verder. Full health? Ja, we hebben full health. Nou, dan houden we het hiervoor. Gezien voor deze aflevering. Zie ik jullie volgende keer weer. Like deze video als je hem leuk vond. Laat in de comments weten wat je ervan vond. Deel met al je vrienden als je die hebt. Ik denk niet dat veel mensen die hebben tegenwoordig. Maar dan zie ik jullie in de volgende video weer. Met nog meer Deadlight.